Ik denk dat de Cuisine Majora van Brussel creatief gericht is, zonder het technische aspect van dansen te vergeten. Het is stuwend, het is bewegen, het is je creatief uitleven. En ik vind onze school eigenlijk heel goed wat dat betreft. Ja. Als klas een stuk maken is natuurlijk altijd helemaal anders dan met mensen die je totaal niet kent. Hè. Je voelt dat ook als wij zo samen in repertoirelessen staan. Ja, het organisch bewegen en elkaar aanvoelen, dat zit erin. Ja, we zitten ook al 3 jaar samen met elkaar in de klas. Er zijn er meer die het slimmer zijn, maar er zijn ook een jongere fase die meer gehandicapt zijn. En dan proberen we de gehandicapten ook iets specifiek te leren. Hè. De groepsgevoel, we komen dichter bijeen en we stralen uit en we proberen iets nog te bereiken, en de juffrouw ook. Dat is waar wij op willen inzetten, dat de mensen met de talenten, met de mogelijkheden, maar ook in een aantal gevallen met de beperkingen, dat je daar toch alles uithaalt wat in die jonge mensen zit. We hebben heel toffe juffrouwen, toffe leraars, zoals juffrouw Fanny. En ik vind dat tof dat ze zoiets heeft georganiseerd. Het is te hopen dat ze dat ooit nog eens gaat doen. Fantastisch goed, een ervaring goed en je leert er heel wat snel bij. Een heel leuk gevoel. Dat was heel tof. Echt, ik ga dat nooit vergeten, echt niet. On sait tout le prix du silence. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story. Van het schoolgebruik. Even maar, ik moest zo'n papier oprapen van zo'n rare letter. Snap je? Ik moest het niet. Moest je mij wat oprapen? Ik moest het niet.
een school zoals bij ons, waar we met heel veel culturen bij elkaar zitten, is het heel belangrijk dat je echt met elkaar kunt samenleven. En dat willen we ook overbrengen naar de mensen toe. En dat is heel goed gelukt, hoop ik. Zijn we niet meer goed genoeg voor je, of wat? Natuurlijk wel, maar het is gewoon genoeg geweest voor mij. Hé, gast, kom maar, stop eens met zeveren. Volgens mij, er gaat te veel van de varkens met staart snoven. Toch niet? Integendeel, snuiven is voor mij verleden tijd. Ik wil terug voltijds naar school, diploma halen, trouwen, mijn familie hebben. Ja, Go Westside is absoluut een toneelstuk met een boodschap. Allochtoon of autochtoon, dat maakt gewoon niet uit. Iedereen is gelijk. We willen gewoon dat iedereen samen. De reacties van de medeleerlingen waren allemaal heel positief. En ja, iedereen was heel blij. Iedereen is ook meer samengekomen daardoor. Allee, iedereen begint nu met elkaar te praten, maakt niet uit welke cultuur. Maar zo moet dat. We kunnen beter leven met elkaar en met iedereen. Dus dat is waar. Ik denk dat we best samen vruchten. Naar een plaats waar niemand ons kan vinden. En nu is het genoeg geweest. Ik pleeg zelfmoord. Want ik kan niet tegen al die haat. Wie is degene die mij gaat doodschieten? Wie is de volgende die wraak wil nemen? Jij? Of jij? Of jij, Anna? Zijn er nu genoeg gekwetsten en doden gevallen? Of ga je er nu ineens mee door tot er niemand meer overblijft? Ik vind het echt mee, het was echt leuk. Zeker de ambiance, de sfeer, de band die in de groep ligt. Het feit dat we in de Stadsschouwburg zijn van Brussel is gewoon een ongelooflijk gevoel. We hebben hier vanavond een levendig gemeenschapsonderwijs gezien. Vol enthousiaste mensen. En vooral de kinderen die een heel goede avond hebben gehad. En die ook de afgelopen maanden hier naartoe geleefd hebben. En ja, je ziet wel, ze willen een boodschap brengen ook van dat samen zijn, samen leven. We're all in this together. When this shows where we stand hand in hand. Make our dreams come true. Ik ben... meer dan bijzonder fier. Het is gewoon een fantastische avond geweest. Heel diverse dingen, maar het heeft heel mooi getoond waar wij binnen het GO in de verschillende onderwijsvormen waar we mee bezig zijn. Het enige kapitaal dat een samenleving heeft, dat zijn onze kinderen. En daar moeten we dus massaal op inzetten om die kinderen alle kansen te geven. En dat wil zeggen dat degenen die een extra duwtje nodig hebben, dat we dat extra duwtje zullen geven. Dat wil zeggen dat degenen die een extra bergje kunnen rijden, dat we die berg moeten aanbieden. Dat is gelijke kansen, gelijk talent voor iedereen de kans geven.